Hoi, ik ben juf Marijke van Geflipt en ik maak iedere week een Wie is de Mol spel voor kinderen. Het is tijd voor spel 6 alweer. Ik ga het vandaag in anderhalve minuut proberen te vertellen. En er kan dit keer ook geld uit de pot worden gehaald. Nou, dat vertel ik helemaal aan het einde van deze video. Blijf dus kijken. Leerdoel van vandaag, organisatie. Ik kan informatie ordenen volgens een bepaald systeem. Tijd voor spel 6. Belangrijkste vraag, welk ei hoort bij welk dier? De kinderen werken in duo's, in de klas of buiten. Hang je alle eieren op en alle dieren. Kriskras door elkaar. Ergens hangt dus een ei van een struisvogel en heel ergens anders hangt een blaadje van de struisvogel. Met daaronder een hint. De kinderen hebben 10 minuten de tijd om op hun antwoordformulier op te schrijven welk ei hoort bij welk dier. Ze moeten dus matchen. Ah, het lijkt wel alsof het Valentijnsdag gaat worden. Best wel hysterisch, want overal hangt wat. Hoe brengen kinderen samen structuur en hoe ordenen ze de informatie? En het wordt nog hysterischer. Ik kreeg dus laatste vraag van Jure. Hoe doe je dit allemaal? Nou ja, dat geheim, dat vertel ik dus alleen op mijn Instagram kanaal. Dus Jure, volg me even op Insta. Want terwijl de kinderen heen en weer rennen, zijn er 4 kinderen met een speciale taak. Zij doen namelijk niet mee met de matchopdracht, maar zij krijgen een lepel en jawel een rauw ei. Zij moeten tussen de rest van de klas lopen met het ei op de lepel. Dus terwijl er een hele grote groep hysterisch door de klas rent en roept hey, ik denk dat dit het ei van de struisvogel is, lopen er 4 kinderen als brave halzen met hun lepel en hun rauwe ei door de klas. Je zou nog een parcoursje voor ze kunnen uitzetten. En nu komt het. Kom even iets dichterbij. Ieder ei dat kapot gaat, is dus 100 euro uit die pot. Want als jouw pot al heel erg vol zit, zet het dan maar een beetje onder spanning. Dan kan je ook zeggen 500 euro. Dit was het weer voor vandaag. Steek je kop deze week niet te veel in het zand. En ik zie jullie volgende week. Doei! Was dit anderhalve minuut?